Oh, wat het huwelijk. Als we het over fenomenen hebben, dan is de volgende er ook eentje. Man, 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 man. Jaren terug. Die man kan alles. Hij kan tamboerijn spelen. Hij kan zingen. Hij kan gitaar spelen. Hij kan mondharmonica spelen. Wat kan hij niet? Ik wou dat hij wat minder percussie kon spelen, want dan had ik dat namelijk kunnen doen. Maar ik ben blij dat hij het doet. Maar vooral, hij kan ook heel goed zingen. Moet hij hierin? Ik weet het, ik ben even de draad kwijt. Of hierin. Hé, hey Bert, daar ben je. Lieve mensen, laat je horen voor deze grootheid van het nieuwjaarsgala. Laat je horen voor Bert Heemskerk. Hi there. Happy New Year. Niet zomaar gaan, Bert. Kijk eens. Komt zo uit de lucht vallen. Mag ik het zeggen? Ja, ik mag het zeggen. En nou afdouchen. Oké, ja, Bert en ik, wij gaan jaren terug. En toen was er ooit een oefenruimte in Haarlem. Ja, precies, Banana's oefenruimte. Bert bestierde dat. En als ik dan een avondje had opgetreden, kwam ik om een uurtje of 2, 3... 's middags in mijn dekbedje bij hem aan de bar zitten om sausijzenbroodjes te eten. En maar weer het eerste pilsje. En toen zei Bert altijd, ga nou eerst even afdouchen. Vandaar. Leuk verhaal, hè? Anyway.